roompudding. Begint bij het voorweken van gelatine. Gelatine is natuurlijk een product van beenderen. En je kan ook agar-agar gebruiken. Maar ondanks dat ik geen vlees eet, blijf je toch een beetje bij gelatine. Ik heb 12 blaadjes voor een liter, 6 blaadjes voor nog een halve liter. En mijn doel is om 2 liter koffiepudding te maken. Het gaat altijd makkelijk op, want het blijft best wel een aantal dagen goed. En de dagen na kerst, 1,5 liter. Nou, zullen we even kijken. Dit is voor 1,5 liter. Dat is voldoende, want ik gebruik ook nog wat eieren. Gelatine moet weken in koud water. En dit wordt de basis voor de rest van het recept. Ik gebruik 1, 2, 3 eetlepels. Zo is het wel, 3 eetlepels. Gewone oploskoffie. Cappuccino in dit geval. Soms gebruik ik ook wel wat anders. Ik ben ondertussen bezig om een pot hele sterke koffie te zetten. Die kun je ook even laten inkoken. Om een mokka smaak te geven, gebruik je koffie en chocola. We zitten hier een week. Daarna maak ik een deel van de dingen warm, want ik moet de chocola smelten. De koffie is natuurlijk warm, daar los ik straks de gelatine in op. Doe ik het handiger om een glazen schaal te gebruiken, maar die heb ik zo gauw niet bij de hand. En hoeveel chocola ga ik gebruiken? Ik gebruik 1,5 week pure chocola. Gewoon goedkoop. Zo ongeveer. Want dit is echt een ongeveer recept. Ik ga er wat melk bij doen. Ik gebruik niet zoveel melk, want de basis is koffie en slagroom. En straks wat ei. Maar ik moet de ingrediënten wel oplossen. Dat is ook gedaan, zoals je hoort. Zo. Misschien gebruik ik nog wel wat melk straks. Zo, dit ga ik op een laag vuurtje zetten. Op het andere vuur gaat de soep te koken. Ik kijk nooit zo precies hoor bij dit recept. Ik ga nu de chocola smelten en straks de koffie toevoegen. Nou, chocola smelt natuurlijk al met een graad of 37 of zo, geloof ik. Ik ben niet zo heel. Zet ik maar een zacht vuurtje. En nu gaat de koffie erbij. Uiteraard moet er zo ook nog wat suiker erbij. De chocola is eigenlijk wel opgelost. Misschien. Ik moet even proeven hoe het is zonder suiker hoor. Voor mij mag het nog wel wat sterker. Daar staat de pudding nog. Oei, even knoeien. Ik ga nu iets doen waarvan je denkt, waar is dat goed voor? Ik ga eventjes een paar druppels citroen in mijn kom doen. Dan haal ik een papiertje. En de echte kokers onder jullie, die zullen nu wel snappen wat ik bedoel. Ik wil eiwitten gaan kloppen. Maar eiwitten houden niet van vet. Als er vet in zit, dan
sport ik niet steeds. En de eiwitten moeten straks natuurlijk gewoon bij samen met de slagroom. Hele punt. Dit is klaar. Dan ga ik eieren breken. En dan is het natuurlijk de truc om geen eigeel of schil, zoals ik nu heb, en te krijgen. De schil heb ik eruit, maar jammer genoeg ook wat wit. Dus zal ik nog een extra ei erin doen. Ja, ik doe toch. De laatste ei erbij. Ik kan altijd besluiten om iets van het wit achter te houden. Zo. Kijk. En nu ga ik dit eerst even opbergen. Dit kan even weg, dat ga ik zakjes stoppen. Ik was natuurlijk steeds mijn handen. Wat heb ik hier nu? Hier heb ik eigeel. En waar kun je eigeel nou zo mooi voor gebruiken? Nou, dat kun je zo mooi gebruiken om te binden. Daarom gebruik ik wat minder gelatine als de hoeveelheid vloeistof die ik heb eigenlijk. Maar, nou ja, mijn soep. Eigeel mag niet schiften. Dat is echt niet lekker. Dan kan je gewoon helemaal opnieuw beginnen. En ik moet zo ook de afzuiging aanzetten, maar dat is niet fijn op de film. Ik doe natuurlijk nu, maar ik heb ook nog wat extra koffie. Ik was niet helemaal tevreden met de smaak. Dus wilde ik er nog wat koffie bij doen. Nu is alles warm genoeg. Ik maak altijd twee soorten puddingen. Koffieroom. Kijk. Het eigeel heb ik nu vermengd met warme koffie. Dan is de kans van schiften niet zo groot. En ik hoop dat het goed gaat. Dan laat ik het eigenlijk even warmen. Om het nog maar ietsje harder zetten, staat mijn heel klein pitje. En ik wil hem eigenlijk niet koken, maar net even een klein beetje dat het eigeel een soort van voorbindt. Dan wordt het een heel klein beetje dikker. Nou, ik ga zo eens even proeven. Rauwe eieren in de keuken zijn natuurlijk ook niet meer zo zonde, hè? Dus ook straks ga ik het wit, als ik dat geklopt heb, overgieten met warme. Zo, even proeven, hè. Ja, dus de smaak eigenlijk wel goed, waar je rekening mee moet houden. Dat als je gelatine ergens door doet, het zoet een beetje weggaat door de gelatine. Dus moet je altijd iets meer suiker gebruiken dan dat je normaal zou doen. En ja, kijk, die vier eigelen hebben er niet, natuurlijk niet echt gebonden. Want ja, daar is wel meer voor nodig dan vier eigelen. En dan ga ik het zo even een beetje laten bekoelen. Want de gelatine moet je niet in een kokende, bijna kokende vloeistof doen. Ik ga de gelatine straks weer oplossen in de kom, want ik ben altijd bang. Ik heb wel eens gehad dat mijn velletjes niet helemaal oplosten. En dan krijg je spiertjes in en dan moet ik alles zeven en dat was een hele toestand. Daar heb ik geen zin in. Auw. Ik weet nog niet of ik alles achter elkaar zet of alles uitwafel tot de verschillende recepten. Hier staat mijn driftig mijn soep te koken. Mijn basis voor mijn soep althans. Het ruikt wel lekker. Het is wel een beetje een rare combinatie met de geur van de koffie die ernaast zit. Dus het lijkt nog heel even warm. Zo. Ik ben best wel een beetje makkelijk. Ik heb niet speciale pannen. Ik heb niet speciale schade. Heb ik allemaal een soort van verloren dit jaar achtergelaten. Dus ik heb nu dat wat ik heb. En dat is eigenlijk ook genoeg. De gelatine is eigenlijk ook wel goed. Nou. Ik ga eventjes kloppen. Nog even roeren. En dan laat ik straks de gelatine zien. Zo. Dan moeten we eens even kijken over de gelatine.
of we de gelatine goed gemengd kunnen krijgen. Dit is de gelatine. Kijk. En even kijken of ik wat beter beeld kan krijgen. Zo. Nou. Gelatine is in water eigenlijk vloeibaar geworden. Vloeibaar, zacht, nee. Ja, eigenlijk zijn het nog steeds allemaal stelletjes. Kijk. En die doe ik in het bakje. Dan schep ik daar. Iets wat bekoelde. Kijk. Je ziet. Eigenlijk. Is het gelijk weg. En als het helemaal opgelost is, giet ik het erin. Het is niet, je kan het ook gelijk in de pan doen. Maar. Eigenlijk zou het nog wel ietsje koeler kunnen. Maar goed. Ik wil het ook een beetje temperatuur hebben om straks de eiwitten veilig kunnen gebruiken. Als je zo een velletje erin doet, is het heel. Kijk, en het is weg en opgelost. Dat is nou gelatine. Nou, eens kijken hoor. Ik heb een grote pan genomen en ik heb eiwit geklopt. Het eiwit. Wat eigenlijk komt er helemaal niet eens uit. Eiwit is alweer op glazen schaal, werkt beter. Maar ik doe het eiwit in een pan. Zo. Voeg maar weinig suiker in. Zo, kijk dit. En dit is een eiwitpan. Nou, dan moet ik even een grotere pollepel pakken. Want dan schiet het niet op. En dan ga ik met deze pollepel ga ik de hete koffie met melk. Gelatine, chocola, de mokka smaak, over het eiwit doen. Het liefst zou ik het eiwit gewoon ja, een beetje opbakken of zo, een beetje garen in de oven, maar we hebben het nooit geprobeerd. Dus voorlopig gaar ik het door de hete koffie. Daar ligt het op. Dus klaar. Nee, het is niet klaar. Er moet nog slagroom bij. Maar dit ga ik nu wegzetten om af te koelen. En dan ga ik snel mijn tweede pudding maken, anders ben ik morgen de hele dag bezig met pudding. Dat wordt sinaasappeltjes.